Sierra is my name, and I say graffiti. It's where I got my fame, but it's not my fame that I'm here to claim. I want to tell the real story about my game. Yeah, just a little tune about graffiti. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. And there's a lot more to it if you check into it, but the problem is you're probably looking right through it. Started for me back in 72. I really wasn't sure what I wanted to do. I saw names everywhere, style, color and flair. I knew I had to. Decks, pieces, stickers en posters. Op straat zie je het overal. Graffiti begon ooit met de simpele spuitjes om je naam achter te laten. Maar inmiddels is het meer dan dat. Graffiti is a thing that's kind of hard to explain. It's not just running around with spray paint in your name. It starts as a game, can't stay the same. Dedication makes you put it in a different frame. Zo is Vladimir in de jaren 80 begonnen met de bekende ecstasy tags. Nu maakt hij deze street art bordjes. Eind 20 ben ik nog een keer gaan taggen. En toen heb ik het wat fanatieker, nog fanatieker gedaan. Toen heb ik het ook meer echt door heel Nederland gedaan. En dat was eigenlijk mijn tweede straatperiode. En die is overgelopen in waar ik nu in zit. En dan heet het street art. En daar is dit een voorbeeldje van. Ook Lemke is street art gaan maken. Zijn echte naam mag niet genoemd worden, maar door heel Eindhoven en verder buiten lachen zijn lampjes je toe. Bij hem in de auto gaan we op weg naar de volgende plek. De volgende spot zou kunnen zijn de boerderij, laat ik daar even zien. En als het interessant is, draaien we om. En anders rijden we richting snelweg. Dan heb je veel publiek langsrijden. Het is een best vet spot gewoon, maar je kunt er op een hele makkelijke manier komen. You know they jump that fence, they cross that track. It's because of them that I can never be the whack. And you know that. There's a side that's good and there's a side that's bad. And on the inside, graffiti's always had that individual desire, which I guess I most admire, that need to bomb to set things on fire. Down by law. A crash stays knocking out leaves. The boys are bad and they're down with me. Graffiti, what's it gonna be? Except for our fool Don D and Lee. And Koch, unlock the house. Check it out. The idea is to let you know. Ronnie Rossi is een grote naam in de graffiti scene. Hij heeft de opkomst van graffiti in Eindhoven vanaf het begin af aan meegemaakt. Nu zit iedereen op Facebook te praten over toen. En toen ja, wist je niet wie was. En moest je dat allemaal maar stap voor stap uitvogelen. En elke hoek was een ontdekking in feite. Dus er was zoveel ontkomen. Onontgonnen terrein, dat je gewoon, ja, dat was echt heel, heel avontuurlijk ergens. Graffiti werd vroeger gezien als puur vandalisme. Jongeren lieten overal hun naam achter met tags en pieces. Maar door de jaren heen wordt het steeds meer gewaardeerd als kunstvorm. Graffiti is naar mijn idee, als je het over een soort hele hip-hop versie hebt of zo, van het New Yorkse, waar iedereen bij spreken mee in aanraking is gekomen. 10, 15 jaar terug, 20 jaar terug. Ja, dat is gewoon eigenlijk een soort discipline. Dat zijn tags en throw-ups en dat doe je op zo'n manier. En als je dat zo doet, dan klopt het niet. Dus het is eerder een soort discipline eigenlijk. Zo van het moet zo en niet zo. Graffiti ben ik nog steeds heel enthousiast over. Hè. Ik bedoel, ook de street art die het dan nu is, die komt voort uit gewoon een drive om iets gewoon op straat te doen. Zonder dat iemand jou daarvoor betaalt. En dat vind ik onbetaalbaar. En daarom vind ik graffiti ook nog steeds onbetaalbaar. Door de Amerikaanse hip-hopfilm Style Wars is graffiti in de jaren 80 overgevlogen naar Europa. Ook voor Nederlandse artiesten was dit een grote inspiratie. They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere. Names they've been given or have chosen for themselves. Most of all, they write in and on subway trains, which carry their names from one end of the city to the other. It's called bombing. In de afgelopen jaren heeft de originele graffiti zich ontwikkeld naar de term street art. Vooral de Londense artiest Banksy heeft voor veel opschudding gezorgd door zijn politieke uitingen en zijn film Exit Through the Gift Shop. A major player in an explosive new movement that would become known as street art.
This hybrid form of graffiti was driven by a new generation using stickers, stencils, posters and sculptures to make their mark by any means necessary. Street art was poised to become the biggest countercultural movement since punk. De term street art wordt nu bijna meer gebruikt dan graffiti. Maar of het een goede term is, de meningen verschillen daarover. Ik heb de term nooit helemaal begrepen, want het zegt al alsof het, ja, alsof het al kunst is of zo. Dat het al echt, ja, weet je, dat weet ik niet. Dan zou je eerst moeten vragen, wat is die art en wat is het street? Want ik zie nu eigenlijk het deel street niet en het deel art zie ik ook niet echt. Wat is het, heel veel ervan gebeurt gewoon, ja, op internet eigenlijk. Graffiti vind ik, ja, geen kunst, omdat het... Het is iets grafisch, snap je? Het zegt niet per se iets over de omgeving. Het gaat om mensen die hun naam ergens neer willen zetten. En voor mij vind ik het interessant aan street art dat dus, het grijpt wel in de ruimte. Het reageert wel op de ruimte. Het doet een uitspraak over de ruimte. En dat klinkt allemaal heel hoogdravend misschien, maar dat vind ik wel echt het verschil tussen street art en graffiti. Ik vind dat Philips dus zo belangrijk is voor de gemeente Eindhoven. Voor Eindhoven. Dus dat ik graag het Lemke heb gekozen. Ik was aan het brainstormen, ik was met een vriend aan het plakken. De vriend was aan het plakken en ik was eigenlijk een beetje achteraan aan het shocken. En toen dacht ik van, hey, ik moet ook een sticker. Met sticker zijn we iets met Eindhoven. Goh, was maar typisch Eindhoven. Nou ja, toch wel, kom je wel uit op het Lemke. Maar ja, het Lemke alleen is ook maar zomaar een Lemke. Dus ja, uiteindelijk is er ook een smiley in gekomen. En ik wilde ook heel graag de letters Eindhoven erboven hebben. Zodat ik... Ja, zodat mensen eens een keer gaan lezen wat er boven staat, hè, als ze dan in Berlijn zijn of in Budapest of in Praag. En dat ze dan zien, oh, Eindhoven. Door het internet worden streetartwerken nu veel sneller verspreid. Volgens Jeroen neemt dat wel iets weg van het straatleven dat vroeger zo belangrijk was. Je bij spreken aan denkt, oh, Banksy, die heb je nog nooit in echt gezien. Die heb je alleen maar gezien van een plaatje van internet. Zo. En dat is iets heel... Ja, dat is eigenlijk een hele andere beleving of zo van dat straat, ja, dat straatingrediënt, zou ik zeggen. Het is onvoorstelbaar nu, maar het was natuurlijk de tijd voor internet. En ik weet nog goed dat we met jongens dan foto's gingen ruilen. En ja, dan was het echt, je kon, elke stad had een bijna bij wijze van spreken zijn eigen handschrift. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om de kick. En wat is nou een beter moment om in gang te gaan? Tijdens carnaval. Dan val je toch niet op. Street art artiesten uit binnen- en buitenland zijn toen naar Eindhoven gekomen om te gaan plakken. Ik ben Aapdood Messi en ik maak de wereld een beetje leuker. Ik probeer overal beestjes te plakken. En ja, ik denk zo, als iedereen dat nou zou doen, dan ja, krijg je een mooie wereld van. Heb je een dierentuin op het laatst. Met street art kan je gewoon echt alles doen, laten wat je wil. I'm Tempo 33. I do stickers, graffiti and anything else. Damage. Live once, do as much as you can. It's the best. En dat geldt ook voor Lemke. Hoeveel je ze ook ziet, het blijft spannend voor hem om ze op te hangen. Ik voel het, dat ik het warm heb. Nou, misschien wel het meest inspannend, maar wel spannend in ieder geval. En ook al is het maar kort en krachtig, het staat toch in zicht. Maar uiteindelijk is het de kick dat het gelukt is. Dat op een mooie poster op een goede plek hangt, die door heel veel mensen gezien gaat worden.